Hallo allemaal, vandaag is het de 11e van de 11e. Dat betekent hier in het zuiden carnaval. Tenminste, de eerste dag en, van het carnaval. Dan begint eigenlijk het carnaval officieel. En ja, dan zijn er vanavond, wordt er alweer carnaval gevierd. En dan in februari, dan wordt het echt 3 dagen gefeest. Vandaag wordt het motto bekend van per plaats wat het motto is van de carnaval. En ja, er wordt alweer volop gebouwd aan de wagens voor het carnaval. En hopen weer dat het natuurlijk allemaal door mag gaan komend jaar. Carnaval dus, de 11e van de 11e. Gekke getal. Teken je weer mee? Ja, vandaag de 11e van de 11e, het carnaval. Ja, wat gaan we dan met carnaval tekenen? Dat is een hele goede vraag. Carnaval. Nou, we hebben in Oosterhout hebben we dan altijd... wat hebben we dan altijd? Groen en rood. Dat zijn de kleuren van het Oosterhoutse carnaval. Ja, ik heb zelf niet zoveel met carnaval. Dat is eigenlijk wel gek natuurlijk als je in Brabant woont en je hebt niks met carnaval. Maar goed, we hebben in Oosterhout... Het motto eerst eten, tenminste dat is eigenlijk altijd hier een motto. Dat is niet het motto op toevallig van dit jaar, maar we hebben dan een smulnar. En dat slaat dus inderdaad op dat eerst eten. En hoe ziet de smulnar er nou uit? Die gaan we even proberen te tekenen. Nou, die heeft een beetje carnavaleske neus. Zo. Zo. Dan heeft hij... Ja, een beetje gekke ogen vind ik zelf, maar het zal er wel bij horen, zo. Hij kijkt altijd een beetje vermoeid, vind ik, maar goed. Zo. Een beetje raar, ik vind het altijd een beetje een raar figuur, die smulder. Zo. En een hele bolle kop. Zo, en dan zit hier iets aan mijn oor zo. Zo. Hier heeft hij dan... Zo is het ongeveer. Dan heeft hij een narrenmuts op. Ik probeer het een beetje zo te tekenen zoals ik hem hier op het plaatje heb, maar... Het plaatje zien jullie natuurlijk niet. Zo. Nou, dan is deze kant rood van de muts. En deze andere kant is groen. Zo. Oh, ik zie nou dat hij hier ook iets van een oortje heeft op die manier. Nou, en dan heeft hij ook nog een kiel aan natuurlijk. Zo. En die is... Net andersom groen en rood. Zo. Nou, en heeft hij hier... Hier zit een... Zie je dan een worst. Zo. En aan deze kant zit ook een worst. Net andersom. Zo. Ja, dat is een soort rookworst. Zo. En dat is dan de smulnaar van Oosterhout. Wacht. Hij heeft ook nog... Ja, hij heeft hier al wat stippeltjes zo. Beetje blosjes op zijn wangen. Dat heeft hij ook op zijn neus. Die is natuurlijk een beetje... Hij is een beetje aangeschoten. Nou, goed. Oh, hier heeft hij ook nog wat aan zijn muts hangen. Zo. Nou, dit is de Oosterhoutse smulnaar. En dan moet je zien dat dit dan rood is, zeg maar. En dan dit ook. Even zo dan tekenen, net of het rood is. Ja, en dan is dit gedeelte is dan groen. Gaan we de andere kant op? Arceer, ach ja, dat kan ook wel. Zo. Nou, de Oosterhoutse smulnaar. Nou, en dit zijn die worsten dan. Je
je dan misschien wel diepte geven zo. Nou ja, wat is er nog meer echt carnaval? Ja, dat is natuurlijk zo'n carnavalssteek, zeg maar. Maar ja, wat heeft onze prins carnaval nou? Die heeft geen steek, die heeft een baret op. Ja, en dat is, nou ja, baret, ik vind het zelfs meer een soort hoed. Zo is het. Het is een hele grote vilte of stoffen baret, zeg maar. Nou, hier zit wat versiersels op zo. Zo. En dat is eigenlijk zo'n beetje die muts van onze prins carnaval. Ja, het is echt een baret, zeg maar. Zo. Prins Carnaval. Zo. Een soort kiel aan. En dan heeft hij... Ja, hij heeft dan ook nog een soort bontjas aan de... Nou goed, Prins Carnaval in Oosterhout. Geen steek dus. Nou, wat is een steek? Ja, goed idee. Een steek. Hoe ziet een steek er dan uit? Een steek van de carnaval. Nou, dat is vaak dan zoiets. Zo'n muts. Zo. En dan zit hier vaak van die veren in. Fazantenveren. Zitten in de muts. Ja, en die mutsen zijn dan vaak ook nog helemaal versierd. Zo'n steekmuts. Of zo'n steekmuts. Dat is een rare uitdrukking, steekmuts. En er zitten een pareltjes op, glittertjes. Nou goed. Een carnavalssteek, zeg maar. Ja, ga zelf nog wat dingen tekenen die te maken hebben met carnaval. Ontwerp bijvoorbeeld een hele mooie carnavalswagen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.